the houses they live in. Yeah. It's a job, a work they do. So they are in groups. Yes, yeah. So they can rent a place for a work. Yes. For a job. Yes. To scam somebody. Er bestaan in Ghana zelfs speelfilms over de Sakawa Boys. Once upon a time, Ghana then, gold glittered. There came three vultures in the form of white men. They gradually stole our gold and other resources. It is with their technological intelligence, which is the internet, that we are taking back what belongs to us. She was telling me in Holland that she felt bewitched, that she felt that there was some magical spell put on her. Yeah. This might be superstition, we don't know, but it struck me. Okay. Is there anything involved with voodoo here? Yeah. It's quite real. How does it work? I know it for sure. And it works. They can take your picture to a voodoo place, they can take your name to the voodoo place, and they will do incantation and cast a spell on you. To make her pay. To make you pay. Really? To make you pay. It's touching me because I'm still in love and I don't want this anymore. You know? Can I come closer? Yes. Give me your hand. This we ask in Jesus' mighty name. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Now calm down. Internet. I will call Danny. Dit is zo ontzettend kloten. We gaan als eerst op jacht naar de oplichter die zich Gabriel noemt. Vanochtend vroeg was hij nog online en zat hij in het gebouw waar hij meestal lijkt te zitten. Maar als we na een uur rijden bij hem in de buurt komen en Linda wil hem opnieuw een bericht sturen zodat we hem weer kunnen uitpeilen, vliegt het internet eruit. Zie jij ons nu? Okay. Kijk eens of je ons ziet. En ook onze IT-expert in Nederland ziet ons niet op GPS. Ja, de Linda is maar net uitgezet, denk ik. Ja, hoe dicht bij hun is het? Ja, ze moet helemaal de app openen. Je moet je app even openen. Ja, want we hebben heel slecht internet hier. Ik heb hem. Kijk. Benjam, Manamo. Daar zit hij. Dat is dat huis. We have connection. We staan nu op 30 meter van het huis. Yeah. That's the one, that's the building. It is the big building. Yes, it's a big building. We gaan het pand voorzichtig van dichterbij bekijken. We rijden met geblindeerde ramen en Linda draagt al die tijd al een pruik. Uit schaamte naar de tv-kijker. En nu ook omdat Gabriel en Michael haar onder geen beding mogen herkennen. Want in tegenstelling tot de oplichters heeft Linda natuurlijk wel altijd haar echte profielfoto laten zien. Yes, there's someone calling there. Yeah, we can see you. We can only see the two of us. This one, this is the building. The apartment. Yes, that's where they work. Een hummer staat voor de deur. Een hummer? Oh, jee. He probably is right inside one of the rooms here. Yeah. Oh, it's ongelooflijk. But we have to be sure that when the police enters, he is online inside this building. That work we have to do that. Yeah. You guys have to do that. Yeah. Mine is to see how best I can get the police involved. Yes. And then because the building is huge and it's apartment. Yeah. So if the police doesn't tread cautiously, the people can't sue them. Yeah. So we need a search warrant and then the police go in there. Maar de politie reageert nogal terughoudend. Een fikse tegenvaller.
Die vent zit dus in een enorm groot pand met wel 4 verdiepingen en misschien wel 30 kamers. De politie raadt ons ook af om er zomaar naar binnen te gaan. Ze durven het zelf ook niet. En bovendien, als je willekeurig op deuren gaat bonken, dan is hij natuurlijk al lang gealarmeerd. En dan gooit hij zijn telefoon en zijn bewijsmateriaal weg. En we weten natuurlijk niet eens hoe dat hij eruit ziet. Lekker begin van de reis dit. De volgende dag ontmoeten we de politiecontacten van Maxwell. En ons wordt nog eens haarfijn uitgelegd dat de beruchte Sakawa Boys veel geld hebben en dus ook veel macht. En dat hun organisatie maffia-achtige trekken vertoont. We hebben oplichter nummer 1 dus noodgedwongen los moeten laten en gaan nu vol inzet op nummer 2. Voor onze veiligheid is er een politieman mee in de auto en volgt een patrouilleauto als backup. We are driving towards him. Het ziet er op de satellietfoto naar uit dat oplichter nummer 2, Michael, in een gewoon woonhuis verblijft. How do I open this one? Yes, Michael. I have Michael here. I open him nu. Ik ga hem antwoorden. Hello, love. Are you at home? Andere locatie. My love. You change locations. What are you doing? Het is aan Linda om Michael nu zoveel mogelijk online te houden, zodat we kunnen blijven monitoren waar hij zit. Niet veel later peilen we hem weer uit op de plek waar we hem tot nu toe het vaakst hebben gezien. Een woonhuis met een blauw dak. Ja, you can see it very well here. You see the house? The big house. Yeah. Yeah. We are moving back. Yeah. And we can't go in now. No. Because we can identify them. Yeah. And we can also force them. No. To do anything. We have to make the police do their job. Do their job. Get all of them down. Yeah, and then come. Then we will go in. Terwijl wij in de auto wachten, gaan een paar politiemannen in burger een kijkje nemen bij het huis. Maxwell blijft op een afstandje. Oké. How many came out? About 4 or 5. And were they nervous? Oh no, they didn't see me. I saw them. Het heeft er dus alle schijn van dat Michael deel uitmaakt van een groep Sakawa Boys die vanuit dit huis opereert. Maar ze zijn dus vlak voor we arriveerden weggegaan en Michael is daarna niet meer online geweest. Met de politie spreken we af dat wij Michael die avond blijven volgen via de GPS-verklikker en dat Linda gewoon contact met hem probeert te houden alsof ze nog in Nederland zit. En dat we in geval van nood altijd kunnen bellen voor backup. Het is fucking hel om met deze mensen in contact te blijven. Het feit dat ik dit in deze uitzending doe, is al zoveel schaamte. Want je schaamt je zo naar je buitenwacht dat je erin meegegaan bent. Ook omdat het oordeel heel erg groot is. Ja. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je weet hoe het echt werkt. Het is niet een verhaaltje, het is realiteit. Het is niet iets wat je zomaar in een televisieprogramma op televisie ziet. Het is iets wat echt gebeurt. Nu we nu een paar uurtjes rondrijden en je ziet hoe die mensen leven. We hebben die mannetjes gezien. We zien ze staan met hun telefoontjes op straathoeken. Ja. Dat zijn dus de gezichten tegen